Nummer 4. Gietijzeren halter met neopreencoating, gebouwd om lang mee te gaan en vrij van chemische geur, zal de vloer niet beschadigen in geval van een toevallige val. Antirolfunctie om het rollen van de vloer te vermijden, gemakkelijk op te slaan. Het matte oppervlak is comfortabel en gemakkelijk vast te pakken. Kan door mannen en vrouwen worden gebruikt voor aerobics, gymnastiek, fitness, revalidatie en krachttraining. Zoek de link naar dit artikel in de beschrijving. Nummer 3. Neopreenhalter 4 kilo, hoge kwaliteit. De neopreencoating is duurzaam, biedt een comfortabele grip op de handen en vereist geen handschoenen. De zeskantkop voorkomt het wegrollen van de opslagruimte of tijdens het sporten. Ze zijn ideaal voor het beeldhouden van armen, schouders en rug, het opbouwen van uithoudingsvermogen en het versnellen van de stofwisseling. Verkocht in paren, kunt u het ideale gewicht voor uw behoefte kiezen. Als u de prijs van dit product wilt weten, klik dan op de link in de beschrijving. Nummer 2. In quick form, neem de trainingsroutine mee naar huis met deze kwaliteitshalters. De halters worden per paar verkocht. Door de slanke, platte vorm van de boven- en onderkant van het handvat rollen ze er niet af, waardoor ze gemakkelijk overal in huis kunnen worden opgeborgen. De halters zijn bekleed met gietijzeren neopreen, gebouwd om lang mee te gaan en vrij van chemische geur. Een gratis poster met foto's van 32 oefeningen, voor een geweldige thuisworkout. De link naar de prijs van dit product vindt u onderaan de videobeschrijving. Nummer 1. Poiron Neopreen Halter Set. Gemakkelijk te gebruiken en laat u toe om een verscheidenheid aan trainingsprogramma's te creëren. Verbrand calorieën, geef spiergroepen vorm, verbeter de coördinatie, corrigeer gebaren, je kunt ze toepassen op alle soorten oefeningen. Verschillende trendy kleuren voor halters met verschillende gewichten, zodat u ze tijdens het gebruik kunt onderscheiden. Anti-slip satijnen afwerking, comfortabel en stabiel handvat. U kunt de prijs van dit artikel zien door op de link in de beschrijving te klikken.